mensen, het is donderdag en dat betekent dat SDG Team 15 weer aan de bak mag. Kijk eens wie ik zojuist tegen ben gekomen. Dat is Stan, cohort lid van deze team. We kunnen niet zonder hem. Wat een hectiek hier op de groep om te komen. Zeker, zeker. Schouw hier het gebouw van IBM en het geweldige gebouw van Atari. Oh wacht, Atari staat aan die andere kant. Hallo Luna. Hallo Ben. Oh, dit is Luna. Hallo, ik ben Luna. Ook een essentieel deel van ons team, onderdeel van ons team. Ja, de watermeisje. Dit is Elliot. Hallo. Elliot is de filosoof van het groepje. Dat klopt. Dit is Bob. Bob heeft ons zojuist... Waarom heb je je camera niet aanstaan? Huh? Had jij? Wacht, maar ik zie niks. Ik heb mijn camera gewoon aanstaan. Huh? Nou, dit wordt leuk dan. Zo'n zwart scherm en dan zo, dit is Bob. Hi Ben. Hallo. Kan je mij vertellen waar wij zijn vandaag? Zeker, we zijn bij Atrarius DSB. Hi Elliot, kan jij vertellen wat Atrarius zoal doet? Ja, Atrarius Dutch State Business verschaft exportkredietverzekeringen. En Luna, kan jij misschien vertellen wat wij precies aan het doen zijn? Ja, zeker. Wij zijn een impact narrative aan het schrijven voor Atrarius. En hierin staat wat de impact is van Atrarius. Nou, hartstikke mooi. En dit is het uitzicht waar wij elke donderdag naar uitkijken. Doei! Een korte uitleg over wat wij aan het doen zijn vandaag. Wij zijn bezig met kwalitatief onderzoek. En dat houdt in dat we interviews aan het afnemen zijn bij twee verschillende ministeries en verschillende afdelingen van Atrarius DSB. Tot en met nu toe gaat het vrij goed. Het gaat vrij goed. Net een paar interviews afgelegd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat was heel interessant. We gaan zo meteen nog een interview doen met de afdeling Strategy and International Relations. Dus ja, we hebben vandaag wel een paar dingen te doen. Ja. Kijk, er zit iemand in dat bakje dus. Het is hierbij gewoon altijd de kunst om je bordjes zo vol mogelijk te maken. Ik dacht eerst dus dat ik hem heel goed vol kon gooien. Dat is het hoopje dat ik op mijn bord heb liggen. Maar moet je naar Luna kijken? Nou, dit is gewoon. Baas. Klopt. Elliot zit aan het ontbijt. Hij moet laatste uren maken. Business partners. Bijna op de Zuidas. Dat zijn wel urige werkweken. Misschien uitschieters tot 70. Stan, wat is dit? Dit is een broodje gezond. Nee, een broodje kaas. De impact van dat stukje kaas op de boel is. Goeie vraag. Ik moet daar eerst even een hapje voor nemen om een soort ASMR. Ja, de aroma's. Alleen bij ADS. We zijn klaar. Hoe was het staan? Ja, fantastisch. Luna? Lekkere taart. Context, er was iemand jarig, dus vandaar de taart. Daar is die hoor. Wow. We moeten nu dus een kamer in. Elif is hier ook. Alleen, deze kamer is nu nog bezet. Door ene Stan en Luna. Stan.
jongens, we zijn klaar. Hoera! Hoi Elliot! En nu wij nog. Ja!